よし、じゃあ、始まる、始まる。おぉ、mysterie tot op de bodem uitzoeken. Wij, Sint Erdewaals, met Piet en zonder Piet. Hallo jongeman, weet jij waarom je hier bent? Nee, eigenlijk niet. Ik kwam er gewoon voorbij, weet je. Ik was gewoon lekker aan het lopen. En een keer kom jij hier mij ondervragen. Waar was jij gisteravond tussen 5:60 en 6:60? Nou, ik was gewoon met mijn been lekker thuis aan het chillen op de bank, je weet wel, gezellig. Zo. Heb jij gisteren iets verdachts gezien in Flux? Ja, nou, ik was dus gewoon aan het studeren zo, hè, gewoon in Flux. En in één keer komt daar een gekke persoon langsgelopen in een hoodie. Komt helemaal snel langsgelopen. Ik dacht, nou wat is dit nou? En ik spreek hem even aan. Ik zeg zo, meneer, wat doet u nou? Ik ben gewoon aan het studeren, weet je wel. En hij zegt zo van, ja, nee, mijn naam is Walter, dat komt helemaal goed. Ik loop gewoon even rond en ik zie van eindelijk weer weg. Drommels. Mijn eerste vermoedens zijn waargekomen. Het is mijn aartsrivaal, Wouter Wit. Maar beste kijkers, er is meer in de volgende aflevering van Sint Erik de Waals en het mysterie van de pepnoten. Wat is dat? Sint Erdewaals? Ja. Ik heb een klusje voor jullie. Oké. Met Piet, jij moet met zonder Piet in de koffer gaan. Bij Wouter Wit. Oké, let's go. Bam! Ik liep dus door de stad en ik kwam Chanel tegen. Oké.
moest even bijkletsen. Oké. Maar zo. Jullie willen dus voor het drugskartel van Wouter Wit werken? Ja. One eternity later. Hoe zouden jullie band beschrijven? Als symbiose. Ja. Dit klinkt goed. Ja. Ja, ik denk dat jullie het worden. Ah, ja, cool. Jongens, jullie zijn aangenomen. Ja, welkom. Ja. Kom hier. Oké, we gaan maar eens aan de slag. Yes, let's go. Kom. Hey, jongens, hey, we zijn binnen. We pakken die water weer. Let's go. Hallo allemaal, welkom bij een aflevering How to make your own pepnoten. De eerste stap om je pepnoten te maken is met pepernoten. Het is belangrijk dat je pepernoten vult met pep. Dit is pep. Eerst maak je de pepernoten kapot. Als je de kapotte pepernoten hebt, doe je pep. Dan doe je de kook in de pepernoten. Zo, een beetje kook. Als je de pep, de kook en de pepernoten bij elkaar hebt, meer pep. Je denkt dit klaar, maar is niet, je moet dit. Zeventien sprays. Vervolgens bij elkaar doen en in de pepmachine. Nu wachten. Dan, als de pepnoten klaar zijn, haal je ze uit de pepmachine. En daar is je pepnoot. Heerlijk om te eten. Dit was Maak je pepnoten. Dankjewel. Ontmaskerd. Hij is inderdaad degene die de pepnoten heeft gemaakt. Maar toen we het wilden vertellen aan jou, toen kwam je erachter dat wij undercover waren. Dus nu heeft die Madpiet gevangen genomen. We moeten hem nu redden. We moeten nu gaan. Potjan, drie pepernootjes. We moeten hem inderdaad redden. Ja. Maar eerst een shotje ketel. Wat? Net hard gesport. Kom maar even mee, jongen. We moeten hem nu gaan redden. Mondje open.
Moet u nu echt gaan zitten, Bas? Nee, ik neem mezelf een beetje. Ja, oké, ik heb wel. Ja. Oké, ga. Let's go. Nee. Kerel, doe nou eens normaal. Nee, laat me los, joh. Nee. Nee. Stop nou. Nee. Maak me los. En nou? Nee! Gaan we je even lekker matten? Nee, hou met rust! Met! Maak me los! Een vieze koffiemol! Nee, niet een vieze koffiemol! Een alcoholische koffie! Nee! Lekker drinken! Nee! Dus je wilt niet meewerken? Nee! Dan! Nee! Een vieze koffiekoffie! Nee! Oh, hij is zo vies! Nee! Het is nooit schoongemaakt! Waarom doe je dit allemaal aan? Waarom? Mijn plan is heel simpel. Ik wil flux-dominatie. Dominatie. Maar daarvoor stond nog één groep mensen mij in de weg. En dat is het Van der Waals-bestuur. En nu zijn ze dood door de pepnoten. Hier is het Waals. Mijn naam is mijn hier. Daar zijn ze. Oh, pakken ze. Nee, laat me met rust. Nee, het is zo vies. Walter nee. Wit, jij schaft uit. Zit er jouw snode plannen zullen hier stoppen. Ik daag je uit voor een wedstrijd. Ketel of water? Kut, we hebben nog geen ketel. Met Piet, ga eens ketel halen, mee, kadaver. Hé, hey, maar zit er als ik. Nu! Maar ik zit. Nu! Oké. Ik heb het gehad, zit er als. Ik heb hem dus zeker niet in. Hier is het. Ik heb het gehaald. Hey, dat is Kate. Ik heb het gehaald. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, lekker geheel. Zo. Ketel. Was water. Oh, kut. Mijn beste vriend. Ja. Toast op Henk. Je bent gearresteerd voor misdaden tegen het meest sexy bestuur ooit. De beveiliging zal je ophalen en je naar het paviljoen sturen waar je misdaad kan uitzetten. Maar vergeet met iets? Nee hoor. Nee? Ga naar huis. Jongens, wacht even. Ik zit er nog. Jongens. Jongens! Hallo? Ah, fuck.